Delfshaven, Delfshaven, ik ken elke steen. Een prent van je kolkje herken ik meteen. Delfshaven, Delfshaven, zo klein en sereen. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. Welkom bij Delfshaven TV. We zijn op bezoek bij het 18e eeuwse linieschip De Delft aan de Schiehaven. Ja, ik ben Wim Vuik en ik ben hier als vrijwilliger om mee te helpen om het project tot een succes te maken. En wat doet u hier dan? Ik ben bezig met het beeldsnijden. Dat betekent de versiering van een schip. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Aan de buitenkant zit nog meer als aan de binnenkant. En dat is een mooi werk om te doen. Ik ben Adriana van der Sman en ik ben een vrijwilliger op de Delft. En wat doet u hier? Ik werk op het moment aan een barkas. Dat is een sloep, een bijboot van het hele grote schip ooit. En dit is een nieuwe tekening naar originele maten. Maar dit is totaal nieuw opgezet, dus geen restauratie. Om hem te bouwen begin je eerst met een kielbalk te leggen. En daarop ga je de spanten leggen. Nou, die spanten ontstaan als volgt. Eerst maak je een mal van multiplex, conform een tekening en de maten. Dan ga je die mal kopiëren in origineel eikenhout. Die hout moet in de goede richting gebogen zijn van nature. Dus je gaat zoeken naar takken die al deze kromming hebben gehad aan de boom. Dat noemen ze krommen. En om die te vinden, dat is vrij moeilijk. Dit materiaal is niet zo voorradig, de rechte balken eerder. Dus daardoor heeft dit project wat vertraging opgelopen om de juiste materialen te vinden. Mijn naam is Karel van Beek. En ik ben hier zo blokkenmaker. En wat is dat precies? Blokkenmaker, dat zijn eigenlijk controle waar je dus zeilen mee op schepen, de zeilen mee omhoog haalt. En hoe lang doet u dit al? Een jaartje of zes, zeven ben ik hier zo als vrijwilliger. En hoe bent u begonnen? Hoe ik hier ben begonnen? Zomaar, we kwamen een keertje langs en dan leek me wel wat om iets te gaan doen. Werken met hout vind ik sowieso wel prettig. Het modelleren van hout en daarmee werken. En dat niet alleen, maar het is ook de mensen waar je dus mee werkt eigenlijk. Hè? Dus je collega's. En dan sta je met z'n vier, zes, zijn soms aan zo'n tafel. En dan is de ene 30 jaar op de taxi gezeten, de andere bij de RET gewerkt en wat dan ook. En we hebben allemaal wel een verhaal of zo. Wat praat wat over eenzaamheid aan de grote visserijmarkt? Het onderwerp is eenzaamheid bij ouderen. Dat is de laatste tijd veel in het nieuws. En de vraag is of u dat herkent bij u in de buurt. Wij komen uit Vlaardingen, maar... In de buurt waar wij wonen, nee. De mensen zijn wel oud waar wij ook wonen, maar die hebben genoeg aanloop van kinderen, kleinkinderen wordt voor gezorgd. Ja. En nu zijn ze op vakantie en dan zorg ik ervoor. Okay. Of wij? Nee. Okay. Totaal niet. Ja, ik herken dat ook wel bij mijzelf. En dat komt dus gewoon omdat ik nu alleen ben en wat ouder word. Ja. Vandaar dat ik hier ook naar de markt ga, want ik woon in Rotterdam-Noord. Nee, daar hou ik niet bezig mee. Ik ga alleen bezig met mijn eigen dierbaren. Oké. Maar dat is niks. Maar eenzaamheid in uw nabije omgeving? Nee, want ik zorg tot mijn eigen dierbaren niet eenzaam zijn. Nee, want ik woon in een nieuwbouwwijk en er wonen allemaal werkende mensen. Jonge mensen? Ja. Dus. Ik ken niet in de buurt, ik heb een bejaardenhuis wonen. U woont in een bejaardenhuis? Ja. Eenzaamheid, bij uzelf, herkent u dat? Nee. Niet, u maakt er wat van? Ja. Maar ja, daar heb ik een uitzonderingspositie, hè? Ja, en waarom? Maar ik heb tevens een harde pensioen, hè? Ja, dus u heeft het goed. Naar Duitsland gaan, dat doen we niet meer. Nee. Dus we leven maar net weg. Ja, nou, dat is heel fijn. Dat is het tijden eten. Ja. En wat zouden we eraan kunnen doen? Misschien de mensen wat meer betrekken in de samenleving. Ja. Misschien ook met z'n allen wat harder lopen. Ja. De oudere mensen die het land opgebouwd hebben. Ja.
Ja, er zijn projecten die daar wel wat mee doen. Maar in hoeverre dat gebeurt, dat weet ik eigenlijk niet. Wij komen wel in buren die op een gegeven moment wat ondersteuning nodig hebben. Gaan we even een praatje maken. Even kijken of de boodschappen gedaan moeten worden. En dat soort dingen, dat deden we vroeger ook al. Ja, dat doet u actief. Bij toeval gewoon. Ja, je komt dan langs en dan zeg je van, even kijken. Ja. Oh, er zijn we een tijd niet geweest. Ja, ik had bijvoorbeeld vroeger een tante. En daar gingen we één keer in de week langs. En er werd schoongemaakt, maar die was helemaal gek van vuil. Dan ging ik helemaal stofzuigen, de kasten allemaal schoonmaken. Nou, daar stond ze helemaal te stralen. Ja. Ja, en dat soort dingen deed je dan gewoon. Ook bij de buren wel eens daar. God, ja, die zit ook alleen, moet je even gaan kijken. Nou, dan gingen we even kijken. En dan, dat doe je dan. Maar die doet er niks aan, denk ik. Nee. Dan waaien er gewoon, denk ik. Ja. En wat zouden we eraan kunnen doen? Ja, die mensen die zullen toch wel eens een keer bij de eigen te raden moeten gaan, die wethouders. Om te zeggen, deze mensen zitten helemaal eenzaam alleen. Ja. Doet daar wat voor. Zorg voor een potje geld. En dan zijn oude mensen ook weer tevreden. Ja. Denk ik, daar gaat het om. Het gaat om het geld. En ze bezuinigen. Maar ze bezuinigen af en toe verkeerd. Want de mensen die toch Nederland op hebben gebouwd, vind ik. Ja, toch zijn toch mijn vader, moeder, opa en oma. Die zitten nu eenzaam in een huisje. Dus dat is niet goed, vind ik. Dus het moet eigenlijk een signaal zijn naar de politiek. Die moeten wijzer zijn, die moeten zeggen, joh, we gaan die mensen helpen. Ja? Ook de hulp en zo, hè? Alles wordt minder. Zorg voor de mensen, medische zorg. Ja. Dat gaat allemaal verwateren. Nou, dat vind ik levensgevaarlijk. Ja. Kijk, er is heel veel aandacht voor dit vraagstuk. Zeker na de situatie die wij vorig jaar hebben meegemaakt. Dat een vrouw 10 jaar dood in een woning is gevonden. Er komt nu een soort huisbezoekregeling waar vrijwilligers bij mensen langs gaan om te vragen van joh, hoe gaat het met u? Dus de politiek heeft het wel opgepakt. Aan de andere kant denk ik ook, we zijn een samenleving. Dat betekent dat we met elkaar samenleven. Dus het is niet alleen aan de politiek om meer naar elkaar om te kijken. Het is ook aan de mensen, de buren, de familieleden. Om elkaar gewoon in de gaten te houden. Het is heel gebruikelijk, vroeger was het ook heel gebruikelijk, dat je gewoon de familieleden af en toe belt of even langs gaat. Bellen kost niks. Eventjes een paar minuten, joh, goh, hoe is het met je? Ik heb je een tijdje niet gezien. Dus ik denk dat het een taak is, niet alleen voor de politiek, maar voor ons allemaal. Burgemeester Abu Talib kwam de nieuwe seizoensopening van het dakpark doen. En onthulde daarbij het nieuwe logo. Ik ben Manon Nagelkerke van Stichting Dakpark. Vandaag is het groot feest. Vandaag wordt onze nieuwe logo gelanceerd. Door burgemeester Abu Talib, die komt hier straks om 2:00. En die gaat symbolisch ook onze logo de lucht inlaten. Want we hebben het thema vliegerfeest. We doen ook nog mee met de Rotterdamse Dakendagen. Want we staan op het grootste park op een dak van Europa. En het is reden voor feest. En dat logo van jullie, wat is dat nou? Is dat een champignon? Mag ik eigenlijk nog niet verklappen, hè? Maar nee, het is een boom op een dak. Het is een boom op een dak. En het zijn 3 cirkels en die staan symbool voor verbinding. Want Stichting Dakpark, die wil zorgen voor ontmoeting, verbinding tussen verschillende partijen, tussen overheid en bewoners. En daarvoor zijn we opgericht. Ik ben hier met 2 dames van de dakduiven. Kun je even voorstellen? Ja, hoi, ik ben Gislaine en dit is Floor. Hi. Floor, waar komt dat idee vandaan om dakduiven op te richten? Ja, we zaten exact 3 weken geleden op een zondagmiddag. Toen gingen we eigenlijk met z'n vieren naar de praxis en we hadden honger. En toen dachten we, nou, we gaan eens hier kijken, want we hadden het eigenlijk nooit gezien en het dakpark nooit gezien. En toen maakten we kennis met Hetty, die daar haar kiosk heeft. En vanaf het moment dat we hier alles zagen, kwamen eigenlijk heel veel ideeën in ons op om hier te gaan, te gaan doen. Dus toen vonden we zo leuk, dachten we, nou ja, het is wel zo'n groot park en dan staat er 1 klein kioskje en dan daar kan wel meer bij, dachten we. Dus vandaar dat
onze ideeën kwamen opborrelen en dachten we gaan iets beginnen. En niet lang daarna hadden we onze naam bedacht. De dakduiven. Ja, het is ook wel een scheldnaam in Rotterdam. Ja. Grijze dakduif. En, ja, ja, klopt. Maar dat vonden we juist wij wel. Wij vallen nog niet onder die Nee. Tijdens de Nationale Straatspeeldagen droeg Frida Vogel van Speeltuin Confetti het estafettestokje van het opzomeren over aan het Schelfplein. Frida Vogel, wat is hier aan de hand? Hier niks, maar we gaan een estafettestokje terugbrengen naar het Schelfplein. Wat is een estafettestokje? Een stokje van opzomeren mee. Wij hebben hier ook opzomeren mee gehad met springkussens en alles toen het zo regende 6 mei. En dat hebben we overgedaan afgelopen zaterdag met trampoline. En nu zijn ze in het Schelfplein bezig. En dan gaat het volgende stokje gaat weer de eerstvolgende straat die gaat opzomeren. Tenzij iemand er een stokje voor steekt. Bij wijze van ja, er zit al een stokje aan dus. Wij zijn van de Korenlijnstraat, wij hebben ook opgezomerd en we komen nu het estafettestokje op het Schelfplein brengen. Oh, bij... Dank u wel. De dame, mevrouw en meneer. Ja. Dank u wel. Wacht. Alsjeblieft. Ja. En ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben. Ja, heel veel. Ja. Ja? Dank u wel. Ik ben Marlisa Driessen van Op Zomer Mee. Ik werk in het project Gezin in de Stad, waar deze buitenspeel estafette onderdeel van is. En vanwaar dat overdragen van het stokje? Wat is de bedoeling daarvan? Nou, het leek ons leuk om er iets leuks aan te geven dat als we zo'n buitenspeel estafette doen. We hebben zo'n 12 straten per week die meedoen. Om dat iets extra's te geven. Ze hadden bedacht dat een stokje zouden overgeven dat mensen dat ook op een leuke manier doen. Dus je ziet ze hier met een optocht komen met ballonnen. En er is ook al een huifkar geweest. Een verkleed optocht. Mensen zijn nog best creatief daarin. Tegel eruit en groen erin. Een groene actie rond Postwest. Hallo, goedemiddag. Mijn naam is Deepak en zoals u kunt zien zijn wij hier druk bezig bij buurthuis Postwest in de tuin. En het wordt heel mooi. We zijn nu allerlei plantjes aan het planten. En als wij klaar zijn, dan bent u van harte welkom om een keer langs te komen en te kijken hoe het is geworden. De bewoners bewust maken dat je beter een plantje kunt planten dan een tegeltje leggen. Want tegeltjes houden het de regen tegen, dus dan krijg je plassen, terwijl plantjes neemt de water op. Dus in die zin is het een goed idee om de wateroverlast te voorkomen in de stad. Dus tegels eruit, plantjes erin. Er is vandaag voor uw huis een geveltuintje geplaatst. Hoe vindt u dat? Ja, dat vind ik geweldig. Hoe meer groen in de straat, hoe beter. Het vrolijkt het hele straatbeeld op. En naast het geveltuintje hebben we ook stikken steenbak en de boomspiegels vergroeid. Dus ja, ik ben helemaal blij vandaag. Het is een hele mooie actie waar we ons graag achter scharen. Niet alleen omdat het water vastgehouden wordt, wat ik net al zei, maar ook, ik zie het daar, dat de straat gewoon veel mooier wordt. Dus ik hoop niet dat die ene buurvrouw die tegel eruit haalt en die plantjes erin doet, maar dat heel veel buurvrouwen dat doen. Want het wordt niet alleen veiliger hier, maar ook nog veel mooier. En zo'n actie steunen we heel graag. Dit was het dan weer. Hartelijk dank voor het kijken naar Delfshaven TV. Graag tot de volgende keer. Ken ik meteen Delfshaven, Delfshaven, zo klein en sereen.
Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen.